Ja, goedemiddag beste mensen. Ik ben er weer. Weer. Ik mag om 1 uur, maar ik zie het niet verlaten, maar ik mag nog wel een beetje buiten, een beetje schrijtje lopen. Dus, het is zo het lijkt allemaal goed afgelopen. Vannacht is de bloeddruk nog enorm gezakt, maar uiteindelijk ging allemaal goed. Het is bijgesteld, dus winterschrik weer een beetje voorbij. Maar goed, ik ben even langs het randje gescheerd, zeg maar. Zo moet je een beetje zien. Een beetje, ging even niet goed. Het ging even helemaal mis. Maar het gaat allemaal weer. Dus ik ben niks veranderd. Mentaliteit is niet veranderd. Dus ik was ook blij dat dat de jongens gisteravond zeg maar, gewoon doorzetten. Mag ik misschien niet zijn, maar vind ik wel. Dus tuurlijk. Zo moet dat, hè? Dus het zijn rare tijden, dus kan van alles kan er altijd gebeuren. Ja, ik zit er al een beetje belappend uit, maar ik voel me goed. Goed helder in het hoofd, dus ik ben er weer. Bedankt voor alle steun, allemaal. Alle mensen die allemaal. Ik had de telefoon niet bij me, ik had geen sigaan, ik had helemaal niks. Jongen. Het was hopeloos. Ik kon geen kant uit, maar ja, doe maar. Nee, ging allemaal goed. Het is allemaal goed afgelopen. Dus, wel even geschrokken. Maar door een domme wesp, hè. Gewoon een domme wesp. Maar, wist ik niet, maar ik ben ooit een keer, ja, dokterlengen, ik kan het even snel uitleggen. De dokterlengen vanmorgen ook uit. Kijk, ik ben ooit een keer eerder geprikt en dat klopt wel. En toen had ik geen last. Maar de dokter zei vanmorgen, dan gaat je lichaam je dingen opbouwen, immuniteit, zeg maar. Kennen we allemaal nog dat woord van immuniteit. Maar uiteindelijk dan een tweede keer, dan gaat het lichaam reageren. Nou, dat heeft mij veel te heftig gereageerd. Dus, en ja, goed, dat had niet veel langer moeten duren. Want, het was een behoorlijke kritische situatie. Dus als dit 5 minuten langer geduurd had, dan dat was waarschijnlijk niet goed gegaan. Dan ben ik er niet meer geweest. Maar goed, een echte strijder gaat zo niet, jongens hoor. Dat komt wel goed. Maar ik was wel bezorgd, dat moet wel zijn. Nou ja, niet op het moment dat ik ten derde van de wereld was, want toen kreeg ik helemaal niks meer mee. Maar goed, best gaat allemaal goed. Gelukkig, jongens. Geniet van het mooie weer. Mooi weer. En we moeten gewoon doorzetten, hè? Doorzetten, jongens. Ik ben al mooi eind op weg met elkaar en goed stevig doorzetten. Belangrijk. Jongens, kom allemaal goed. Ik zorg dat ik weer thuis kom en dan gaan we gewoon verder. Dus allemaal de groeten.